En waar ik het nou zo leuk vind, die innovatie die we met z'n allen tot stand gebracht hebben. Het zal nooit wat worden, dat is al lang verdwenen in Leeuwarden. Ja. En dat komt ook omdat iedereen met innovatie bezig is. En daar gaan we nu naartoe over. Ja, ik sta hier naast, nou stel jezelf maar even voor. Naast Jeroen de Boer. Jeroen de Boer, wij staan hier voor een hele grote vrachtwagen. Maar volgens mij is deze vrachtwagen in zijn geheel verbouwd. Dat klopt. De vrachtwagen, dit was een bibliobus met boeken. Dat is het nog steeds. Alleen het is nu een bibliobus vol met moderne techniek en elektronica. Te gek. Eerder vanmiddag waren we in een container waar we gebeld hebben met iemand ergens van de wereld. Maar in deze bus kun je dus van alles maken. Precies. Om met apparaten als een 3D-printer bijvoorbeeld. Ja, je hebt iets in je hoofd. Maakt niet uit wat. Je tekent iets, in de computer maak je een ontwerpje en je print het uit. Of je leert met heel leuk elektronica speelgoed hoe elektriciteit werkt. Geweldig. Friesk Lab, het mobiele fablab van Friesland. Dat betekent dat deze bus gaat rondrijden. Ja, mobiel. Hè? Wij willen op elke plek in Friesland kunnen komen. Kleine dorpen, kleine scholen, grote scholen, steden, overal. En daarom de bus. Te gek. De bus aan de buitenkant. Jeroen, heel erg bedankt voor nu. De bus aan de buitenkant, maar dan ben ik ook echt heel erg benieuwd naar de bus aan de binnenkant. Dus ik zou zeggen, loopt u gewoon met mij mee. Ja, en dan is het eigenlijk best wel heel erg druk in de bus. En dan zie ik allemaal high-tech apparaten. En deze meneer die hier staat, die kan mij denk ik wel wat vertellen wat dit is. Wat is dit nou voor apparaat wat ik hier zie? Dit is een 3D-printer die een computerbestand van een computerbestand iets echt gaat maken. Dus ik heb hier een kroontje, die vond ik heel mooi. En die heb ik nu uitgeprint. Zo hier. Dus 5 minuten geleden was het kroontje nog alleen op de computer. En nu heb ik hem echt in mijn hand van bioplastic. Bioplastic zeg je. Wat is dat nou eigenlijk precies, bioplastic? Dat is eigenlijk plastic gemaakt van aardappels of mais. Dus in principe zou ik dit ook gewoon op kunnen eten? Ik kan het niet aanraden. Nee, zou ik niet doen. Oké, super. Heel veel apparaten. Wordt hard gewerkt. Er wordt van alles gemaakt. Ik blijf hier nog even, want het lijkt mij echt heel erg leuk om zelf ook even iets te gaan printen.